groot, we blijven naar beneden. Het is tijd genoeg. Ja, dan moet er even energie in steken. We zijn hier in Geervliet, voor Voorne Putten spreekt. Hoe belangrijk vindt u het dat de vlaggen weer op de juiste manier hangen op 4 en 5 mei? Dat vind ik heel belangrijk. Zeker. Al die mensen die Nederland bevrijd hebben, dat is gewoon heel belangrijk. En ik vind dat de boeren het eigenlijk een beetje misbruiken nu op dit moment. Dat vind ik heel belangrijk. Rood weer blauw naar beneden. Zo hoort het. Ja, ik vind het wel leuk dat we protesteren, maar op een gegeven moment is er een eind aan, toch? Heel belangrijk. Ja, ik ben het helemaal eens met die boeren, maar het heeft nu lang genoeg geduurd, het ondersteboven. Ja, nee, het mag van mij weer gewoon hangen. Graag zelfs, ja. Nou, dat vind ik wel belangrijk, absoluut. Ik vind dat de respect voor de oudere mensen, zeker voor degenen die in de oorlog gesneuveld zijn of wat dan ook, vind ik het gewoon belangrijk dat de mensen dat gewoon doen. Nou, dat vind ik heel belangrijk. Ik vind het echt geen stijl van Farmers Defense dat ze hem op zijn kop houden. Kijk, ik kan me best voorstellen dat die mensen ook aan het eind van hun Latijn zijn. Ik vind het heel belangrijk. Al die verhalen van, ja, we zijn ook zielig als boer en zo. Dat heeft strijd genoeg. Dus moeten we wel gewoon rood-wit-blauw hebben. Zo niet, dan alles weg. Ja, dat vind ik wel belangrijk. Om respect te tonen tijdens de dodenherdenking. Ja. En de boeren, ja. Die vind ik dat ze de vlag maar even om moeten draaien. En hem netjes moeten hangen zoals die hoort op deze dag. Maar ik denk wel dat we zoveel respect voor de mensen moeten hebben die hun leven gegeven hebben. Dat ze die twee dagen de vlag wel even recht kunnen hangen of desnoods inhalen. Ik vind het geen stijl. Nou, er is maar één antwoord op. Dat is superbelangrijk. Er staat zoveel op het spel, zeg maar, voor mensen die het of in de oorlog hebben meegemaakt nog. Dus die moet gewoon weer terug. En dan even de andere dingen aan de kant zetten. En willen ze over een poosje of een paar dagen later weer die vlag ondersteboven hangen. Prima, maar die 4 en 5 mei vind ik dat ze gewoon moeten respecteren. Ze kunnen gewoon, de vlaggen kunnen ze gewoon omdraaien. En kunnen ze zeggen van ja, dat is een beetje te veel. Ja, want we hebben een heleboel vlaggen. Ja, dan moet er even energie in steken. Simpel. Vind ik. Het is gewoon belangrijk. Ik bedoel, hij hoort gewoon normaal te hangen. Ik vind voor de boeren, de BBB die heeft gewonnen. En natuurlijk is er genoeg aan de hand. Maar ik vind gewoon normaal. Zeker voor de mensen die omgekomen zijn. Dus, gewoon. Rood weer blauw.